Welkom bij de Hansa Green Tour. In deze aflevering nemen we je mee naar IJsland voor onze Iceland Green Tour. Een netwerkreis in het kader van geothermie. Met een groep van 44 Nederlandse energieprofessionals en bestuurders bezoeken we diverse initiatieven op IJsland en gaan we met IJslandse experts in gesprek over hun ervaringen met geothermie als duurzame bron van energie. Een van de grote uitdagingen van het klimaatakkoord is het verduurzamen van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving, de industrie en de glastuinbouw. Als we van het aardgas af willen, moeten we op zoek naar goede alternatieven. Aardwarmte, geothermie, kan ook in Nederland daar een belangrijke rol in spelen. Wat kunnen we hierbij leren van de jarenlange ervaringen met geothermie op IJsland? We gaan wel beginnen, want ik verwacht met een uurtje ook onze eerste IJslandse gasten. En ik wil eigenlijk proberen dat we de presentaties aan onze kant dan gedaan hebben. Sinds 1 januari directeur warmte en ondergrond, want wij zijn een beetje herschikt binnen het ministerie tussen alle druktes door. Ik ga zo meteen ook uitleggen wat de platform geothermie is. Maar mijn doel is om voor zover nodig, zeg ik er maar in alle bescheidenheid bij, de mensen hier even op een ongeveer gelijk kennisniveau te brengen. Ik ben Sander de Jong. Ik ben de Principal Business and Commerce van de ABN en de plaatsvervangend manager van het Geoenergy Team. Dat is een team wat nou zo'n 20 FTE is, 2025. Dus we hebben bij ABN heel wat plannen, zoals jullie begrijpen. Maar daar is eigenlijk een extra laag bij gekomen met het tekenen van de intentie om het klimaatakkoord uit te gaan voeren. En hoe gaan wij dat doen? We gaan dat doen middels regionale energiestrategieën. Groningen wil een duurzaamste stad zijn. We zijn er heel lang mee bezig. En we hebben best wel veel sessies gehad, onder andere met bewoners, om die warmtevraag een beetje in kaart te krijgen. En om bewoners zover te krijgen dat ze het gingen accepteren. But first, a warm welcome to our Icelandic guest. Warm welcome. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, yeah. Good evening, everyone, and welcome to Iceland. So nice to see you all here. My name is Ricky Brickerton. I'm a managing director of Landsvirkjun Power, which is a part of Landsvirkjun Group, which is Landsvirkjun is Iceland's national power company. I hope you're all extremely interested in geothermal because we are definitely here in Iceland. And Ricardo, thank you for a very good introduction in the beginning and a very good overview of the past and the history behind where we are now. Interesting about the gender equality that Ricardo was talking about earlier. In my company, we are about 400 people. The oldest 10% is 90% male and 10% female, 95% male probably, but the youngest 10% are 50-50. So things are getting there. So things are moving in the right direction, but it will take a few decades. Icelandic renewable energy cluster. And which has several companies, tens of companies under its wing. And I'm sure that in your development of your geothermal energy, you could benefit from the experience of many of these companies. One question, yes. Will you be eating much or not? Because if so, if you're not eating so much, we can ask you questions during dinner and you can answer. Yeah, so I'm going to be eating a lot. I don't know about that. Na de netwerkbijeenkomst gisteravond met IJslandse CEO's van energiebedrijven starten we dag 2 met een bezoek aan de IJslandse president Guðni Jóhannesson.
Het is nog vroeg in de ochtend in januari als we in het donker aankomen bij het presidentieel verblijf Besar Stadier, net even buiten Reykjavik. Na een zeer warm welkom door president Gudni Johannesson vertrekken we voor een bezoek aan de Hellisheidi Power Plant. Een van de grootste geothermiecentrales ter wereld die Reykjavik van warmte en elektriciteit voorziet. IJsland is al in 1930 begonnen met geothermie en heeft veel ervaring hiermee opgedaan. Niet alleen met de opwekking van duurzame energie, maar ook met het transport van warm water over grote afstanden. Zo is het warmteverlies in een van hun meest recente projecten over een afstand van 70 kilometer slechts 2 graden Celsius. So I put together a presentation. This is Reykjavik Energy, started 1909, electricity, hydropower 1921, hot water 1930. This is by far the most important and unique part of our operations. And this is what we are going to talk about today. And I'm the managing director of district heating for Reykjavik utilities. And I'm going to give you an overview of our district heating system. And you know, as we go along, you know, just please feel free to ask questions. And I'll try to answer them. Wat ik verwacht van deze tour in IJsland om iets meer inzicht te krijgen in wat geothermie betekent. Geothermie heeft in IJsland hier een hoge vlucht genomen. Ze hebben een groot deel van hun economie CO2-neutraal weten te maken door het toepassen van geothermie, zowel in het verwarmen van woningen als ook het opwekken van elektriciteit. En ik ben hier om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Er zijn natuurlijk grote verschillen met Nederland. En tegelijk, ondanks die verschillen zijn er ook dingen die je kunt meenemen. En wat leuk is, is dat we hier met een grote groep Nederlanders zijn. Eigenlijk iedereen die iets heeft met het onderwerp geothermie. En ook dat helpt om tussen alles wat we van de IJslanders horen ook met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. My name is Sandra Snijpersdóttir. And I'm a geologist at Reykjavik Energy. I've been working in this field since 2007, and I've been working on the Capex project since 2012, and actually did my PhD on that project. IJsland is een land wat in 40, 50 jaar tijd van kolen volledig is overschakeld op waterkracht en geothermie. En de manier waarop ze dat gedaan hebben, zowel maatschappelijk, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen hebben, is heel nieuwsgierig als soort voorbeeld hoe wij het ook in Nederland zouden kunnen doen. Interessant vond ik tot nu toe Carbfix project. Ik ben op zichzelf ook goed bekend met geothermie, dus dat vond ik een nieuw verhaal voor mij. Waarin CO2 wordt mede geïnjecteerd met injectiewater en vast wordt gelegd, gemineraliseerd in de ondergrond.
Dus wij werken ook aan een soortgelijk project, maar ik vond het ook leuk om te horen wat ze hier daaraan doen. Allereerst denk ik dat IJsland een voorloper is op het gebied van groene energieontwikkelingen. In de algemene zin is dat heel interessant om te zien hoe men dat hier doet en op welke wijze dat succes bereikt wordt. Ik denk ook dat de groep, we zijn hier met ruim 40 man, dat dat een hele waardevolle ontwikkeling is om de mensen die vanuit Nederland mee zijn beter te leren kennen. Dus dat bij elkaar opgeteld maakt dat het voor mij heel interessant is om hier aan deel te nemen. Na een dag met veel indrukken en presentaties was het tijd om de dag af te sluiten met een mooie avondwandeling door Reykjavik. Een aantal IJslandse gasten. Die zullen een aantal presentaties geven en rond de uur of half pakken we dan de bus en dan gaan we echt het veld in om het Resource Park te bezoeken met een aantal installaties, een aantal bedrijven. Niet overal mogen we naar binnen, dus een aantal zullen we gewoon op afstand zien of vanuit de bus met de tekst en uitleg. Bij HS Orca, dat is de firma die onder andere de installatie gebouwd heeft voor de Blue Lagoon, daar gaan we wel naar binnen. En de man daarachter is ook de man achter het Resource Park. En dat is eigenlijk het hele industrieterrein daar met de visie Zero Waste. Ja, de meeste van jullie weten dat ik bij TNO werk. Ik werk bij het energiedeel van TNO. Sinds een paar maanden geleden is ACM bij TNO gekomen. En is alle energieonderzoek in Nederland geclusterd in één organisatie. Dat heet officieel ACM Part of TNO. Ja, we zijn onszelf gereorganiseerd en ook opnieuw georganiseerd. En binnen ACM Part of TNO zijn er 8 roadmaps geformuleerd en alle teams werken dragen bij aan een van deze 8 roadmaps. Eigenlijk allemaal modellen en de consequentie daarvan stoppen we op de grond. Ja. En dat kan best een hele goede, zeker ook nu, maatregel zijn. Maar hoe verhoudt zich dat nou tot gewoon heel anders organiseren, zodat het voorkomen wordt? Ja, gaan proberen. Ik zie het een beetje als een noodrem. Je moet wel zorgen dat je je hele portfolio ook in je auto, weet je, probeer je ook vooruit te rijden, geen ongelukken te maken en weet ik wat. Maar je hebt de airbag, je hebt de noodrem. Wat je niet kunt doen is dat je erachter komt dat je het niet gaat redden en je deze technologie ook niet klaar hebt gebruikt als je hem toch nodig had. Dank je. Leuk dat ik hier mag staan, want ik voel me eigenlijk ook de grootste leek die hier in de zaal zit. Grappig. Dezelfde soort van indeling die wij ook hadden. Je ziet ook een clean energy transfer en transport, een tafel mobiliteit. Je ziet ook een groene energie op land en landgebruik. Die hebben we ook. Je ziet niet industrie, maar dat heet dan daar overige maatregelen. En zij zeggen in dit papier. Ja, er waren 2 onderwerpen die hier duidelijk aan bod kwamen. Dat was CO2-opslag, maar vooral heel veel geothermie. Daar zijn de IJslanders heel sterk in en al heel lang mee bezig. Een enorme warmtevoorziening. Ze doen niet alleen elektriciteit, daar wordt vaak aan gedacht. Maar ook een heel warmte-infrastructuur. Ze verwarmen hier de trottoirs zelfs met de warmte die ze uit de bodem halen. En zij zijn wel een voorbeeld over hoe je kunt opschalen en hoe je met een groep partijen in samenwerking. Ik denk ook in een hele goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
hun energievoorziening omgeslagen hebben. Eigenlijk, zij zijn van kolen naar deze duurzame vorm van energie gegaan. En daar staan wij in Nederland ook voor, dus we kunnen ontzettend veel leren. Dat is er één. Veel bedrijven waar we een hoop van kunnen leren, waar we mee kunnen samenwerken. Het andere is dat we hier een groep bij elkaar hebben in een hele inspirerende ruimte. Een hele goede groep met ongelooflijk veel kennis. En ik denk ook wel mensen op een plek die echt wat kunnen betekenen voor elkaar. Dus het is een ontzettend goed gesprek om hier toch een coalitie ook weer te gaan maken. En samenwerkingsverbanden te zetten om op een gegeven moment hier in Nederland naar voren te brengen. Na het ochtendprogramma was het tijd voor een netwerklunch bij de Northern Light Inn, naast de geothermiecentrale die onder andere de Blue Lagoon van energie voorziet. Daar zullen we later op de dag ons programma gaan afsluiten. One man in particular that made it possible, and that's you. And I would like to thank you very much for all your help, all your effort to make this possible. Very much for joining us and making this possible. Voor de middag staat een bezoek aan het Zero Waste Resource Park en HS Orca op het programma. Maar eerst werden we door een gids meegenomen naar een paar highlights van de prachtige en indrukwekkende natuur op het schiereiland Reykjanes in het uiterste zuidwesten van IJsland. Met onder andere de Bridge of Two Continents, de breuklijn waar de Amerikaanse en de Eurasiatische plaat langzaam van elkaar afschuiven.
Alone, the more we know that we know nothing. And please have it relaxed and ask any questions you like. I will try my best to answer it. Either I can answer the question or not. Het Zero Waste Resource Park is ontwikkeld door Albert Albertson van HS Orca met als doel om alles wat vrijkomt bij de productie van elektriciteit en warm water zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Restwarmte, gassen, mineralen, afvalstromen, alles wordt zoveel mogelijk gebruikt door bedrijven gevestigd op het Resource Park. Wat afval is voor de een, is grondstof voor de ander. Een uniek en zeer inspirerend concept om de mogelijkheden te laten zien van een maatschappij zonder afval. Yes. That's a wonderful resource. Okay. Thank you very much. I hope you enjoy it and learn something new. Tijd om de Iceland Green Tour af te sluiten in de Blue Lagoon, de grootste geothermische spa ter wereld. Even in beeld. Ja. Proost. Op de voortplant. Kijk eens. Wil jij het voorlezen of zal ik het doen? Er is net een bericht binnen van Clyde Slidemaster, CEO van PowerPoint. Die feliciteert jou met het record slides, aantal slides in 3 dagen. Hij zegt, dear Mr. Swiranga, my sincere congratulations, we've never seen... Bedankt voor het kijken naar de Iceland Green Tour en graag tot een volgende keer.